Merhaba arkadaşlar, Hollandaca dil kursumuza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Nieuwe woorden met betekenissen, çok zor olduğunu düşündüğümüz B2 seviyesindeki zor kelimeleri ve terimleri örnekleriyle birlikte öğreniyoruz. Doel van de les. En we gaan voornamelijk nieuwe woorden en betekenissen van deze woorden leren. Wat is de manier dan? Het beste manier hoe je nieuwe woorden moet leren is dat. Herhaal deze woorden minimaal 2 keer hardop en duidelijk alsjeblieft. Belirtil in Hollandaca zor kelimeler özellikle ve anlamlarını en az 2 defa yüksek sesle anlaşılır şekilde söyleyiniz. Handige woorden. We gaan beginnen met de eerste woord. Saadettin, alsjeblieft. Zich ergens voor opgeven. Als ze wil naar nieuwe cursus gaan, inschrijven. Bravo. Dan aangeven dat je ergens aan mee wilt doen. Bravo. Dankjewel. Ja. Tweede zin. Saadettin, je gaat door. Het voetenwerk. Dat betekent sport, het Turks. En ayakla yapılan spor veya müzik. Okay, we lezen in het Nederlands alsjeblieft. De manier waarop je je voeten gebruikt bij allerlei sporten en bij dansen. Allerlei sporten en dansen, bravo. Volgende woord alsjeblieft. Omschrijven, tanımlamak, belirlemek, kelime anlamını vermek. Laten wij ook de Nederlandse betekenis voorlezen. Met woorden aangeven wat iets is of wat iets betekent. Bir şeyi açıklamak, tarif etmek. Dilek Hanım, müsait misiniz? Ik hoor Dilek niet. Evet, Dilek, kan je alsjeblieft lezen wat je ziet? De carrière. Bravo, en nu Nederlandse betekenis. Carrière, de baan die iemand in zijn leven achter elkaar heeft. Bravo, we gaan door. Zich ergens voor afmelden. Betekent? Kennis çıkarmak. Oké. Okay. Aangeven dat je ergens niet aan mee wilt of kunt doen. Nee, devam etmek istemediğinde çıkarmak. Çıkmak, vazgeçmek. Vazgeçmek. Ya, bravo. Choreografi. Choreografi. De choreografi. Bravo. En wat betekent dat in het Nederlands? Dansfigurleri. Lees dat alsjeblieft in het Nederlands. De van tevoren bedachte passen en bewegingen die een danser maakt. Bravo, heel erg bedankt. Het heel bij is je loodje. Netjes. Hela, als jullie verder gaan met de volgende dia. Eerste woord, kan je gaan. De commissie. Wat betekent dat in het Nederlands? Een groep mensen die samen iets moet regelen. Bravo. Volgende woord. Constateren. Ja. Vaststellen. Zou je alsjeblieft constateren en of vaststellen in een zin gebruiken? Ja, bir şey belirlemek anlamına geliyor. Constateren. Bravo. Ja. Ik constateer. Devamı ne olabilir? Om les mee te doen? Çocukların ev ödevini yapmadığını belirledim der misiniz? Ik heb geconstateerd dat de kinderen hun huiswerk niet hebben gemaakt. Niet gemaakt hebben. Bravo. Ja. Ja.
ergens gaat doorrusten. Ja. Ergens je hand niet voor omdraaien. Yep. Iets heel gemakkelijk doen. Ik draai mijn hand er niet voor om. Wat betekent dat? Bir şey kılını bile kımıldatmamak anlamına geliyor. Bravo. Tebrik ederim. Saadettin Bey buyurun. Gezegend zijn. Allah'ın sevgili bir kulu olmak. Bravo. Sevdiği bir kulu. Lees de zin. Geluk hebben. Je bent gezegend met een goed geheugen. Wat betekent dat? İyi bir hafızaya sahip olduğun için Allah'ın sevgili bir kulusun. Ve evet, çok şanslısın. Allah'ın çok şanslısın. Evet. Ya. Adorayın. 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 Çok hoş bulmak. Heel erg bewonderen, aanbieden. Heel erg bewonderen. Bewonderen. Aanbieden. Nog iets. Aanbieden. Ya. Çok hoş bulmak. Okay. De reputatie, itibar, ja. De goede of slechte naam waardoor iemand of iets bekend is. Netjes. Heb je een goede reputatie? Volgens wie? Volgens jezelf? Ja. Oké, bravo. Dankjewel. Nurbano, wil jij jullie verder gaan? Tuurlijk. Erwel Pap van Lusten. Oké. Dan çekmek istemek. Bravo. En lees het Nederlands alsjeblieft. Iets heel graag doen, erg gek op zijn. Bravo. Volgende. Toename. 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 Çoğalmak. Oké. Okay. Het meer of groter worden. Netjes. Ja. De afname. Netjes. Azaltmak. Mm-hmm. Rakam. Küçülmesi gibi bir şeydi sanırım. Ya ya ya. Ya okey. Het. Het minder of kleiner worden. Netjes. Minder of kleiner worden. Bravo. Çiçeğin zaten. Dankjewel. We gaan verder met Dilek. Onweer standbaar. Wat betekent dat? Onweerstaanbaar. Nederlands. Het heel aantrekkelijk. Okay, aantrekkelijk, ja. Okay. Leyla, je mag misschien helpen? Dayanılmaz. Aantrekkelijk, çekici. Çekici. Ja, heel goed. Doorgaan. Iemand versieren. Ja. Taciz derecesine varacak kadar sarkıntılık etmek. Ya, birisinden çok hoşlanmak diyelim burada. Değil. Intens is heel erg erg bedankt. Leyla, je mag verder alsjeblieft. Tot elke prijs. Betekent? Wat het ook kost, wat voor moeite het ook kost. Ja. De apartheid. Betekent? Betekent een systeem in Zuid-Amerika waarbij blanke en zwarte mensen apart moesten leven. Netjes. De afname. Het minder of kleiner worden. Heel goed. Mekni Bey, rica etsem devam eder misiniz? Meryem Mekni. Evet. Mikrofonunuz efendim. Ne mikrofon mu da? Ya. Ya. Smahtınlar. Verlangenlar. Verlangenlar. Çok istemek. Canı çekmek. Evet hocam. Erkens je ogen niet
vanaf kunnen houden. Ergens je ogen niet vanaf kunnen houden. Bravo. Iets is zo bouwend dat je er de hele tijd naar blijft kijken. Bravo. Het is zo boeiend. Boeiend. Volgende. Orkaan. Orkaan. Hele harde storm. Hele harde storm. Dankjewel. Zij het ermee. Je gaat verder. Oog van de orkaan, kasırganın gözü, kasırganın orta kısmı. Ja. Wind still gebied waar de wind omheen draait. Bravo. Bedaard, rustig, kalm, easy. Sakin ol. Ja. The breakdance. Een dansstijl waarbij de danser zeer lenige bewegingen met zijn hele lichaam maakt met muziek. Mooi. Kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve paylaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hele mooie afsluiting. Dankjewel.